Na de oorlog in Oekraïne is het nu ook oorlog aan de Nederlandse talkshowtafels en de Amerikaanse, zo kan je horen, want het gaat weer over het Midden-Oosten. En nu iedereen elkaar weer de maat heeft genomen, of je al genoeg oog hebt voor het leed van de Israëli's of de Palestijnen, kunnen wij misschien eens voorzichtig op zoek naar de nieuwe wereldorde. Bij Boekestein aan de Wijk met Carolien Roelands, Midden-Oosten-expert van NRC. Welkom. Hallo. Waar te beginnen, hè, met dit onderwerp? Het is nu weer een treurige cyclus van geweld. Er komt onnoemelijk veel leed aan. En uiteindelijk is er dan een oplossing meestal geen steek dichterbij gekomen. Of, Carolien, je beschouwt dit conflict al meer dan 30 jaar. 40 alweer, geloof ik. Ja. Dwingt zoiets ook wel eens tot politieke stappen die wel constructief zijn? Het heeft in het verleden, tientallen jaren geleden, wel eens gedwongen tot constructieve stappen. In dit conflict, hè? Want ik kan een heleboel andere conflicten erbij halen. Dat komt misschien nog. Okay. Maar in dit conflict zijn diverse pogingen gewaagd, met meer of minder succes van de Amerikanen, maar ook van de Europeanen. Het Oslo-project, de Vrede van Oslo. Ja, 90. Ja. Maar het heeft de laatste jaren gewoon braak gelegen, zou je kunnen zeggen. Niemand heeft zich er meer tegenaan bemoeid. Het ging erover om zoveel mogelijk Arabische landen ertoe over te halen om normale banden aan te knopen met Israël. En dat was heel succesvol. En in dat proces verdwenen de Palestijnen helemaal van tafel. Dat was gewoon hek eromheen en niet meer naar kijken, was precies, weer het idee. Precies, ja. Dat heeft gefaald. Dat heeft gefaald. Ja, ik wil even naar premier Netanyahu in de VN-assemblee een paar weken geleden. Die toen zei, er zit vrede met, of normale relaties met Saoedi-Arabië zitten eraan te komen. Ja, ja. Dat gaat de hele wereld, het gaat niet alleen het Midden-Oosten, maar de hele wereld veranderen. En kijken hoe het dan wordt. En dan zie je, hij had een kaart bij zich van Israël. Maar het was Israël, groot Israël. Er zat geen Palestijn meer op die hele kaart. Uh-huh. En dat tekende, wat mij betreft, enorm de situatie. Een paar weken voordat Hamas losbarsten. Ja, ontzettend veel diplomatieke beweging inderdaad in de regio. Die wij ook hier in dit programma wel eerder hebben besproken. Nou, even om hierop te reageren. Want het is natuurlijk, was heel schokkend wat daar gebeurde. Hè? Het was gewoon een kaart met grote Israël. Zeg maar het Israël van Wilders zag je daar gewoon. En daar was het Israël van Netanyahu. Van Netanyahu, heel duidelijk. Natuurlijk, maar ook Bokus, om het naar Nederlandse termen te vertalen, is het Wilders. Hè? En daar was in de media helemaal niet zo verschrikkelijk veel aandacht voor. En dat geeft dus aan wat er gebeurt. Dus het is gewoon, de Palestijnen zijn van de tafel afgevallen. Ja. Heeft ook te maken dat er... Maar hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ik zit natuurlijk ook stukken te lezen. En het aardige is dat iedere keer naar Amerika wordt gekeken. Niet alleen door Poetin, dat ligt voor de hand. Dat hij de schuld van alles wat er in de wereld gebeurt aan Amerika geeft. Maar ook in Amerika zelf. Waar wordt gezegd van we hebben eigenlijk gewoon die Palestijnen vergeten. En we hebben ons alleen maar, precies wat Carolien zegt, gericht op wat er moet gebeuren met de buurlanden. Hoe kan dat nou? Wat is er nou aan de hand? Het kan, het gebeurde. De enige die nog iets kon doen, dat was een Amerikaanse president. Amerikaanse presidenten trokken zich als het ware terug uit het Midden-Oosten. Hè. Niet dat er de militairen werden teruggetrokken. Er was ook wel belangstelling. Maar de blik werd vanaf Obama, zou je kunnen zeggen, op China gericht. En dat was belangrijk. En verder, het was rustig. De Israëliërs, achterin volgende regering, Netanyahu, Bennett. En vervolgens de extreemrechtse regering van Netanyahu. Die dachten, wij kunnen dat Palestijnse probleem kunnen we managen, die kunnen we binnen hekken houden, dat is geen probleem. En kijk eens, we hebben de Emiraten, sluiten we vrede mee, Bahrein, Marokko en nu Saoedi-Arabië en alles klaar. En dat was voor de huidige president Biden ook een bijzonder goed idee. En daar wil ik even aan toevoegen, want ik heb het nou over Amerika. Waar is Europa dan? Maar er is natuurlijk geen Europa. Verdeeld? Totaal verdeeld. Voor die, voor dat. En dus het enige wat Europa nog deed was betalen. Hè, waar Israël niet zijn bezette gebieden betaalde. Deed Europa, of doet Europa dat. Mm-hmm. Maar verder geen enkele invloed en ook geen enkele poging daartoe. Ja, en wat ik ook heel treurig vind is dat
in dat hele proces van de erkenning van de staat Israël door Saudi-Arabië, waarvan de kroonprins zelf zei dat het aardig aan het vorderen was. Hè. Wat ook weer niks zei, hoor. Wat ook weer niks zei, maar goed, we keken er allemaal naar. Daar, ik refereer nu even aan die Thomas Friedman column. Ja. Die zei van, ja, de moela's in Saudi-Arabië, die willen dat misschien wel doen, maar dan moet er wel echt een twee staten. Er moet wel wat komen voor de Palestijnen. En er werd ook door Thomas Friedman gesuggereerd dat daar zou de kroonprins niet omheen kunnen. Hè? Nou, door de ellende die er nu is plaatsgevonden, is dus die twee-staat-oplossing was al mijlen helemaal weg, ver weg achter de zon, is nu door deze daad nog verder achter de zon. En dat maakt het zo treurig, omdat het nu dus de weg opent, niet alleen naar een toenemende geweldspiraal in Israël en Gaza, maar ook in de hele regio. Ja. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.